Hey, superleuk dat je kijkt. Als we het hebben over influencers, is onze Eloïse van Oranje niet te missen. In deze video gaan we het hebben over gravinfluencer. Nou, we hebben heel wat leuke weetjes en feitjes op een rijtje gezet. Voor de mensen die Eloïse niet kennen, ze is de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien. En dus het nichtje van koning Willem-Alexander. Haar vader is namelijk de broer van onze koning. Ze is 18 jaar oud en influencer en student aan de hotelschool in Amsterdam. Ondanks dat ze onderdeel is van de koninklijke familie, is ze een hele normale tiener. Op TikTok heeft de gravin maar liefst 112.500 volgers en ze wordt daarom ook wel de gravinfluencer genoemd. Wist je dat Eloïse pas sinds de tweede klas van de middelbare in Nederland woont? Wow. Ze heeft 11 jaar in Brussel gewoond en is toen verhuisd naar Nederland. Dat wist ik niet. Weer wat geleerd. In een interview die op 10 september 2020 online kwam met Robert Rodeburg, vertelt ze dat ze het heel erg gezellig heeft met een jongen. Daar reageert de media flink op. Het was het onderwerp van de dag, ja, omdat het om het koninklijk huis ging. Ja, Eloïse vertelt in de podcast Fomofiel dat het interview waarin ze vertelt dat ze met een jongen bezig was, donderdag was opgenomen. En vrijdag had ze het al uitgemaakt met die jongen. Damn. Daarnaast vertelt ze dus dat ze niet meer zo open gaat zijn over relaties en liefdes. Het bleef haar lang achtervolgen door de pers. Zelfs bij het programma De Slimste Mens kwam er een fragment over haar dateleven voorbij. Ja, oeps. Ja, de aandacht is er zeker van de roddelbladen en de pers. Eloïse valt net buiten de mediacode omdat ze niet in het koningshuis zit. Wat betekent dat zij dan ook lekker los mag gaan op social media. En zij is dan de enige van de familie die een openbare Instagram heeft. Oeh, en die mediacode is iets, ja, wat toch wel regeltjes zijn, hè, binnen het koningshuis, wat ze wel en niet mogen doen. Vooral nu tegenwoordig jezelf bepaalt wat je online zet met onze social media. Is natuurlijk best wel belangrijk voor het koningshuis om hun reputatie hoog te houden. Het is dan vast niet dat de drie prinsessen bepaalde dingen op TikTok zetten. Nee. Of de reggae aan het doen zijn. Renegade. Sinds augustus 2018 heeft de gravin een open Instagram account en dat bracht natuurlijk erg veel nieuwsgierige mensen met zich mee. Ze kreeg in een mum van tijd een heel aantal volgers erbij. Het is natuurlijk best bijzonder dat het nichtje van de koning ons een blik in haar privéleven gunt. Misschien gaat de media soms iets te diep in op haar privéleven. Ze is namelijk ooit rokend op straat gespot door de paparazzi en is op de cover van een roddelblad beland. Jeetje. Hier werd best wel veel kritiek op gegeven. Ja, jongens, laat haar gewoon een lekker student zijn. Welke student heeft nou nooit een peuk geprobeerd of een drankje gedaan? Of kom op zeg, jongens. Ze is toch gewoon een meisje? Ja. Ik kwam er tegen met Koningsdag. Echt waar? Ja, heel aardig. Zo leuk. Ja, op een andere boot zat ze. Even gekletst. Het was gewoon echt een doodnormale tiener. Ze heeft ook een boek geschreven. Het is een lifestyle gids dat Learning by Doing heet. En het gaat over alles waar Eloïse tegenaan loopt sinds ze op haar eigen benen staat. Het is een persoonlijk boek waar ook minder leuke dingen worden behandeld, zoals negatieve reacties. Haatcomments. Ja, let de haters hate, man. Ooit deelde de gravin een TikTok met haar vader waarin werd gezegd: show the thing that made you famous. Ja, dat is natuurlijk haar vader. Ja. De broer van de koning. Inderdaad. De prins. Vervolgens liet ze in dit filmpje dus haar vader zien, want ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Zou haar internetfame dan komen door haar ouders? Ja, het is wel haar unique selling point, toch? Ja, maar misschien niet door haar ouders, maar ja, mensen vinden het leuk, ze is wel hartstikke leuk. Maar ook omdat ze natuurlijk van Oranje is natuurlijk. Ja, het speelt natuurlijk mee waar ze vandaan komt, maar ja, als ze het niet leuk had gedaan, dan had natuurlijk ook niemand haar gevolgd. Inderdaad. Het filmpje werd vervolgens gauw verwijderd en de fans weten niet precies waarom. Zou dit dan toch met de mediacode voor de Oranjes te maken hebben? Oei, 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 oei. Constantijn reageerde op een tweet met het filmpje en de caption Koningshuis anno 2020. En daar reageerde hij dus op dochters en social media, zucht. Zucht. Oei, oei, oei. Die TikTok was al lang gedownload en ging al in het rond en we kunnen hem nog steeds bewonderen. Wel leuk dat hij daar gewoon op heeft gereageerd. Ja, Eloïse's nichtje, Alexia, die kennen we allemaal wel. Er zijn ooit TikTok filmpjes van haar opgedoken en dat zorgde voor veel ophef. Weet je dat nog? Ja. Ja, hè? Ja. Ja, er zijn best wel veel nep-accounts ook nu van haar. Ja. En ik hoor allemaal mensen van, ze volgt mij. Dan blijkt het een nep-account te zijn. En zo zie je maar weer dat de royalties doodnormale mensen zijn. Niks mis mee dus. We kunnen ons allemaal wel voorstellen dat je gewoon als een normale tiener dansfilmpjes wil kunnen maken op social media. Zeker weten. Helemaal mee eens. Echt helemaal mee eens. Zijn er nog dingen die wij niet weten over Eloïse van Oranje of die wij over hebben geslagen? Laat het hieronder weten. Wil je meer weten over haar? Volg ons op Instagram en TikTok voor de laatste nieuwtjes, want we plaatsen regelmatig een nieuwtje over haar. Inderdaad. Duimpje omhoog, abonneer. Doei. Joe.